Hey Jeroen. Oh, ja. Hallo. Hi. Hoe is het? Goed. Ik ben benieuwd. Dus ik zou je best wel in een turnpakje willen zien. Maar we weten ook dat je gek bent op watersporten. Oh, dat klinkt al beter. Het zou zomaar kunnen dat we je die kant op gaan sturen. Watersporten in Rotterdam. Ja. Hoi. Jeroen, hoe ken je het? Hi. We gaan vandaag kanoën. Stuur. Kan dat in Nederland? Ja, dat kan in Nederland. Ja. Had je er al eerder van gehoord? Nee. Nee? Nee, zeker niet. Nou, dan ga je het vandaag meemaken. Ja, spannend. Ja. Sinds januari trainen wij hier op de Willem-Alexanderbaan. En door Rotterdam Topsport eigenlijk uitgenodigd. En worden wij hier nu gefaciliteerd. En daar train ik hier nu 2 tot 3 keer per dag. Ook per dag? Ja. Kijk. Dit is allemaal van 100% carbon gemaakt. En is eigenlijk de Formule 1 onder de kano's, zeg maar. Onze trainingen bestaan natuurlijk niet alleen uit kanoën. Daar was ik al lang voor. Dus eigenlijk doen we van alles. In de zomer doen we vooral bijvoorbeeld fietsen, wielrennen, ergometeren, krachttraining, zwemmen, core training, noem het maar op. Eigenlijk doen we van alles. Nou, kano is eigenlijk, je begint zo en dan... zul jij denk ik nog wel veel op je armen doen, maar bij ons is de bedoeling dat je ook veel met je benen doet. Dus je steekt die in zo en met dat je hem insteekt zet je jezelf er eigenlijk gewoon langs. En dan begin je door gewoon zo rustig hoog en je probeert je lichaam zoveel mogelijk recht te houden. Zeg maar helemaal niks, je moet natuurlijk hoe het gaat. Ah, je kan wel zien dat je veel sport. We doen nu niks, hè? Klopt dat ook? Oké. Wat is ons doel? Het doel is Olympische Spelen winnen. Voorbij de stijger. Dan ga ik vooruit, maar als ik dit doe, dan gaat hij gewoon door het water. Dan doet hij wat hij zelf wil, zeg maar. Moet je nu maar langzaam de slag te maken. En niet te lang. Ja, we hadden net een hele moeilijke boot. Jij pakt nu die makkelijke. Word je op een gegeven moment lid van zo'n vereniging en dan leer je op een gegeven moment kanoën en dan... Ja, nu is het nog steeds dat je blijft leren en blijft leren. Ja, en je blijft er maar mee bezig om beter te worden, zeg maar. Ja. Hey, je bent nog relatief jong, denk ik, of niet? Ja. Hoe heet het? Ik vaar nu dan in de categorie onder 23. En de Olympische Spelen is allemaal senioren, dus ja... Je wilt toch aansluiting vinden bij dat veld en niet per se bij onder 23, dus ja, daar gaan we voor. Nou, als je nog een keer wil oefenen, dan moet je maar langskomen. Ja, dankjewel. Geen probleem.